Onorevole Zijlstra, prego, een minuut. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, Griekenland heeft een probleem met de waarheid. Andreas Georgiou, het hoofd van het statistiekbureau, stelde vast dat de tekorten veel groter waren dan de Grieken zelf altijd beweerd hadden. En hij is hiervoor, vorige week, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Dat is schandelijk en het laat zien waar Griekenland staat. Een volwassen maatschappij zou uit zichzelf tekorten bestrijden. Maar Griekenland beweegt alleen als de geldschieters dat eisen. En waarom moeten wij de Grieken vertellen dat ze meer dan wie dan ook aan pensioenen uitkeren? Dat de belastingopbrengsten achterblijven, dat leningen moeten worden afgelost? Dat weet je toch zelf ook wel? Voorzitter, het idee dat Griekenland volwassen is, is niet meer te verdedigen. Want volwassenheid kenmerkt zich door onafhankelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. En Griekenland toont geen van beide. En daarom de kernvraag, voorzitter, waarom blijven wij geld overmaken aan kleine kinderen? Dank u wel. Onorevole Fernandez, prego, minuto e trenta. Muito obrigado, senhor presidente. A União Europeia só vencerá os desafios que tem pela frente se atuar de forma unida, coordenada.